Beste kijkers van Omroep Pulst, fijn dat u er afstemt om aan tafel bij. Ik heb 3 gasten bij mij hier aan tafel in het café Het Schallemaai, een restaurant Het Schallemaai, een muziekcafé. Nou, we gaan eens kijken of er ook muziek in deze uitzending gaat zitten. Want we gaan praten over de toekomst van het haventje van Walsoorde. Ik heb aan de ene kant van de tafel Luc Magnus, wethouder van de gemeente Hulst, met in zijn portefeuille nou, onder andere havenzaken, denk ik dan. Het haventje van Walsoorde. Ja. Dat van Paal zit bij de heer Steyaert. Oh, dat is ook nog verdeeld. En de Perkpolder zit bij de heer Huis. Oké. Okay. Nou, dus de havenzaken bestaat niet eigenlijk in Hulst? Nog niet. Als 1 portefeuille? Nee. Oké. Okay. En aan de andere kant van de tafel heb ik 2 gebruikers van de haven van Walsoorde. Co Dieleman en Martijn de Bruin. Welkom alle 3 heren. Iedereen uit de buurt die fietst of wandelt wel eens daar bij dat haventje en dan ga je daar zitten en dan mijmer je daar en dan geniet je van het moois, een droogvallend haventje, nou prachtig. Maar wat we wel eens vergeten is dat het ook nog er is ook economie aan de hand daar in dat haventje. Co en Martijn, jullie zijn gebruikers van de haven, jullie zitten hier ook namens alle gebruikers van de haven van Walsoorde. Wat doen jullie? In of met de haven van Walsoorde? We hebben er een vestigingsboot liggen en we werken samen met een firma Barbey uit Ierseke voor de opslag van mosselzaadvanginstallaties. Oké. Okay. Dus jullie vissersboten, dat betekent dat je erop uitgaat om... Ja, wij werken samen met de firma Barbey. Ja, dus puur die mossels? Ja, correct. Ja. Oké, okay. Niet meer gewoon visjes vangen? Nee. Dat nee. Gebeurt niet. En Co? Ik had er een vissersboot liggen. De Honeen. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Walsoorde, omdat wij door PFAS gedwongen zijn uit te wijken naar Breskens. Okay. Maar ik heb daar nog steeds wel mijn lichtplek en ik hoop in de toekomst daar weer terug te komen gaan liggen. En op wat vis jij? Wij vissen op garnaal. Eigenlijk alles wat in de Westerschelde zit, maar de hoofdmoot is toch wel garnalen. Oké, okay. Maar dat is dus nu vanwege PFAS is even dat, finito en wij mogen alleen maar ten westen van Breskens vis aanleveren aan de mijn. Oké, okay, dus jij hebt eigenlijk te maken met een dubbele bedreiging. Ja. De haven van Walsoorde die is weg. Wat niet lekker gaat. En ja, dan dat je niet mag vissen op wat je wil in de Westerschelde. Klopt. Oké, okay. Goed. Nou begrijp ik dat de haven hard aan onderuit toe is. En dat is eigenlijk al heel lang zo. En dat laat ook heel lang op zich wachten. En jullie zijn het zat. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, de haven is eigenlijk, zowel als wij het als gebruikers zien, sinds die overgenomen is door de gemeente Hulst, is er weinig onderhoud meer aan. Wanneer is dat gebeurd? Dan moet ik even kijken wanneer de gemeente Hontenisse bij de gemeente Hulst kwam. Sinds de fusie. Ja. Sinds de fusie, maar het jaartal weet ik niet exact te noemen. Kleine 20 jaar geleden. Kleine 20 jaar geleden, ja. Is de haven of het onderhoud overgenomen? Nou, het onderhoud van de haven en... Dus niet de haven zelf? Nee, de haven zelf is nooit in eigendom geweest van de gemeente Hontenisse of gemeente Hulst. Die hebben dat gepacht. Oké. Okay. Dus daar kan Luc ongetwijfeld straks ook nog wat meer over vertellen. Maar sinds dat bij de gemeente Hulst is eigenlijk het lange termijnwerk ten aanzien van de haven. En in onze ogen is daar weinig meer aan gedaan. Alleen het hoofdnoodzakelijke onderhoud is gebeurd. Wat moet er gebeuren? Ja, die haven die moet terug in orde gebracht worden, zodat die weer toekomstbestendig is voor de bedrijven. Maar even concreet, wat betekent dat? Even concreet betekent dat de reparatie van de... De damwanden, ja, de vendering. De vendering, daarbij al voor mij abracadabra praten. Waar de schepen tegenaan liggen, zeg maar. Okay. De palen, dat soort dingen. Het uitdiepen van de haven is een stukje onderhoud, een stukje betonreparatie, dat soort zaken. Oké, okay. Ja. Want dat is nu echt dusdanig slecht dat dat eigenlijk niet meer kan? Het kan wel, alleen ja... Wil je hem in de toekomst verder gaan gebruiken en blijven gebruiken, ja, dan moet je een plan hebben om hem te repareren. En op wat voor termijn is dat onderhoud dan uiteindelijk echt nodig? Ja, sommige dingen zijn direct nodig, sommige dingen die kan je gefaseerd doen. Ja. Mm-hmm. Want ik zie als ik in de haven ben, zie ik borden staan nu, dat je niet mag parkeren op een deel van de haven, omdat de kade zo zwak is dat dat niet meer kan. Ja. Hij staat overigens wel vol met allerlei andere spullen, maar dat terzijde.
Nou, dat is een verhaal op zich. Ik weet niet of daar de tijd voor is. Nee, daar gaan we niet over hebben. Maar is... die kade is dus kennelijk verzwakt. Nou, die moet gerepareerd worden. Ja. Die is niet zodanig verzwakt dat er niks meer op kan staan, maar die moet gerepareerd worden. Oké. Okay. Ja. Maar dat gaat over heel de kade, zeg maar. Het is niet specifiek één plaats. Nee. De hele kade moet gebeuren. Ook die van de diepe. En welke activiteiten lopen er dan gevaar? Nou ja, als je met kranen afstempelt aan de rand van een deksloof, van de kaderrand, ja, en er breekt iets, ja, dan ligt de kraan in het water bij wijze van. Of er schiet een bolder af, of een schip zit onder een betonnen kesp, dat die scheef valt, dat soort dingen. Ja. Je hebt al zoveel technische termen genoemd, maar daar gaan we allemaal niet op in, want dat wordt te ingewikkeld. Maar het betekent dus wel dat als je allerlei de activiteit uitvoert, die jullie normaal gesproken uitvoeren in de haven, ja, dat dan eigenlijk niet meer kan. Nou, begrijp ik dat de gebruikers zijn van de haven die eigenlijk wachten op die investeringen waar jullie het nu over hebben. En zij wachten zelf ook weer met investeren, zolang die investeringen vanuit de gemeente Hulst dan niet komen. We zitten met een heel langdurig proces. Die haven die is eigendom geweest van de overheid. Momenteel is dat Rijksvastgoedbeheer die dat beheert. En die haven... Dat is dus een Rijksdienst. Ja, Rijksdienst. En die haven is overtollig verklaard een paar jaar geleden. Door diezelfde Rijksdienst. In 2017 was de pacht ten einde. En vanaf 2017 is het eigenlijk onduidelijk voor de gebruikers wat er met die haven gaat gebeuren. Maar dus, als ik het goed begrijp, wil die Rijksdienst er dus vanaf? Ja, en dan zou een optie zou zijn dat de gemeente Hulst die overneemt. Luc, dat is waar wij voor zitten. Nou heb je een dienst, die wil er vanaf. Maar het lukt niet. Hoe kan dat? Maar jullie willen hem. Nou ja, misschien is er wel enige meer uitleg nodig, want de haven bestaat al heel lang. Die is denk ik al 70 jaar geleden zijn de gronden naar de gemeente gekomen. Toenmalige gemeente. En daar is uiteindelijk een haven gemaakt. Er was een haventje, maar er is in ieder geval een nieuwe haven gemaakt. En dat was met name voor de mouterij. Ik denk dat dat al voor de jaren 60 was van de vorige eeuw. Dat is dan een van de belangrijke gebruikers ook van de haven. En toen is de haven in erfpacht naar de gemeente gekomen. Dus de gemeente huurt die, pacht die haven van het Rijk. Nou, en dat is een hele lange erfpacht geweest. En die erfpacht verloopt in principe eind van dit jaar. En in de aanloop naar het einde van die erfpacht is er gekeken door de gemeente Hulst van wat gaan we met de haven doen. Nou, in eerste instantie was de gemeente Hulst niet erg enthousiast om de haven zelf over te gaan nemen of in ieder geval daar wat mee te gaan doen. En waarom? Als ik vraag mag? Nou ja, goed, de exploitatie is natuurlijk wel een ding en er moeten redelijk wat investeringen gebeuren. En dat nu gaan we gelijk naar nu. Maar uiteindelijk kan Hulst dat ook alleen dragen als dat enigszins financieel haalbaar is. Ja, en daar zit hem uiteindelijk de crux natuurlijk van hoe kom je als partijen bij elkaar om dat financieel haalbaar te maken. Maar om het te snappen, hè. Vragen ze te veel? Maar ik zou eerst liever even naar de historie willen gaan. Want uiteindelijk is er na de verkiezingen is er gezegd, nou, er zijn best veel banen van afhankelijk. Het is economisch van belang. Hoeveel? Rond de 180 tot kleine 200 banen zijn er direct en indirect bij betrokken. En dan hebben alle partijen wel gezegd, wij willen die haven behouden. En daarom is het ook niet zo heel gek dat op het eind van een pachttermijn, dat je, als je een huis op erfpachtgronden hebt, dan ga je voordat die erfpacht verloopt over een aantal jaren, ga je ook niet zeggen, ik ga het dak eens vernieuwen, ik ga er eens een nieuwe keuken in zetten. Dus uiteindelijk zijn de kaders op het einde van een economische levensduur, dus die moeten vernieuwd worden. En dat ga je pas doen als daar zicht op is. Mm-hmm. Het Rijk heeft gezegd, vorig jaar heeft Rijkswaterstaat gezegd, nee, die haven is voor ons, wat ons betreft, overtollig. Nou, dat betekent dat ze er niks meer aan willen doen. En dat betekende direct dat hij in handen kwam van de Rijksvastgoed. En Rijksvastgoed is gewoon een rijksdienst die onroerend goed in beheer heeft van het Rijk. En zij willen deze dus verkopen. Ze willen gewoon ervan af. Maar... En dan is het, wie gaat dat kopen, wie gaat dat doen? Hij heeft Hulst gezegd, ja, het is voor ons is die werkgelegenheid van belang. En ook meerdere zaken die bij de haven spelen natuurlijk, want het heeft ook met leefbaarheid te maken. Daarom willen wij kijken of we als gemeente of andere entiteit in ieder geval die haven van het Rijk kunnen overnemen en die op een zodanige manier kunnen uitbaten, financieel rond te zetten, dat draagbaar is voor de gemeente Hulst. Want daar komt het op aan en
vragen ze dan te veel. Ja, als we financieel eruit waren, was het niet zo'n probleem. In principe. Maar zijn er andere gegadigden dan de gemeente Hulst? Niet dat ik weet. Niet dat ik weet. En ik begrijp dat zo'n Rijksdienst, die is speciaal opgezet om die dingen te verkopen, zeg maar. Te beheren. En die heeft als missie om dan zoveel mogelijk te beuren voor zo'n haven. Moet ik het zo ongeveer zien? Nou, ik weet niet of zij als missie hebben zoveel mogelijk opbrengst eruit te halen. Zij moeten opbrengst halen, maar... Ja, maar waarom is het dan zo ingewikkeld? Omdat er regels zijn. Er zijn regels hoe Rijksvastgoed moet handelen. Hè, en dat heeft dan weer met staatssteun te maken. En de regels zijn belemmerend in wat zij vragen. Dat vertel, want nu... Ja goed, je hebt de marktwaarde, je hebt de waarde van dat er een bepaalde bestemming op ligt. En het Rijk heeft gewoon gezegd, je moet een bepaalde waarde, en dat heet bloot eigendom, hanteren. Nou, dat zijn technische termen, hij zegt het ook niet zoveel. Maar dat is in ieder geval een waardering van een bedrijventerrein, et cetera, dat er op ligt. En daar moet Rijksvastgoed naar handelen. Ja, dus het kan niet zo zijn bijvoorbeeld dat ze jullie die haven voor een euro ter beschikking stellen. Er zijn regels die dat echt verbieden. Nou ja, en daar zijn we dus nu al best lang met elkaar over bezig. Kan dat anders? Mag dat anders? Nou, en daar zit weinig of geen beweging in, moeten we concluderen. Dus moet het op een andere manier. Want er speelt naast de overname van het onroerend goed, zit er ook nog vervuiling in de haven. En die moet ook nog opgelost worden. Ja, dan moet de vervuiling moet weggebaggerd worden. Ja. En dan komen we bij Rijkswaterstaat. Dus Rijkswaterstaat is ook een partij in de onderhandelingen. Ja, en waar komt die vervuiling vandaan? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou, en die dingen moet je bij elkaar brengen. En dat, nou ja, dat duurt een tijd. Ik ben nu iets langer dan anderhalf jaar wethouder. En vanaf die tijd zijn we echt met Rijksvastgoed en Rijkswaterstaat. Dus als ik de elementen even op een rijtje zet, je hebt aan de ene kant de gemeente Hulst die het wel wil, maar die ook gewoon een bepaalde financiën ter beschikking heeft en het moet rond kunnen. Je hebt de Rijksdienst voor het vastgoed, die zijn gebonden aan bepaalde regels voor de verkoop. Je kunt dat niet zomaar wegdoen. En er is nog een derde partij, Rijkswaterstaat, nog wat lijkjes uit de kast, zeg maar, in de zin van vervuiling, wat eerst ook opgelost moet worden voordat dit... Oké. Ja, goed, maar dan moeten we wel zeggen dat de gebruikers ook wel bij de overheid, bij de nationale overheid en bij de gemeentelijke overheid voorop staan. Hè? Want daar doen we het voor. Mm-hmm. We doen het voor het behoud van de werkgelegenheid, voor het behoud van... Zijn jullie in beeld bij die Rijksdienst? Ja, wij hebben behoorlijk wat gecorrespondeerd met de gemeente, met de Rijksdienst. Ja, alles ingebracht met de provincie. Men weet allemaal hoe lang we al allemaal wachten op een beslissing en hoe lang er dus niet geïnvesteerd is. Want de bedrijven staan, en Lucas spreekt me tegen als het niet zo is, die staan echt te springen om te nieuwbouw te investeren, dingen aan te pakken. Kun je er wat voorbeelden van noemen? Van wie er wil gaan Ik zal beginnen bij een iets kleiner bedrijf, bij Scheepswerf de Klerk. Die wil een overname naar zijn zoon realiseren. Dat is al bezig op dit moment. Dat betekent ook dat hij zal moeten gaan investeren om weer x aantal jaren door te kunnen. En je hebt dan een vooruitzicht nodig van 15, 20 jaar om zijn investering uit te voeren. Daarnaast heb je de Swan met de silo's. Die silo's die zijn nog maar voor een gedeelte. De mouterij, ja. Die zijn nog maar voor een gedeelte bruikbaar. Die zijn eigenlijk afgekeurd gedeeltelijk. En die wil nieuwe silo's daar plaatsen. Op dit moment transporteren ze op en neer naar de Akselse vlakte. Met alle dieseloliegebruik van dien. Okay. Daarnaast, als die silo's daar al zouden zijn, dan zouden de boeren uit de omgeving hun graan daar kwijt kunnen. Dat kunnen ze op dit moment niet. Dus hun graan, dat wordt voor de goedkopere prijs ergens voor veevoer gebruikt, in plaats van dat het nu naar de mouterij gaat. Okay. Dus dat is dan nog een bijkomende zaak. Elevator, ja, die er staat. Enfin, die willen ook investeren, maar die willen duidelijkheid. Ook weer voor 10, 15, 20 jaar. Nee, en daarnaast heb je Blijco, die gebruiken de andere zijde van de kade. Dat is echt een van de grootste gebruikers daar, denk ik. Ja, die willen in de toekomst elk jaar 5-10% groter worden. Dus daar zullen meer schepen gaan komen en er zullen meer, die zullen die kade ook meer gaan werken. En dan heb je, last but not least natuurlijk, de mannen van de mossels, die dan met 5 schepen komen en een apparatuur neerzetten en weer terug weghalen, wat jij zei. En die willen ook investeren in een stuk loods. Dus dat alles bij elkaar, dan heb ik de kleinere nog niet vernoemd. Nee. Ik wil wel graag even toelichten naar waarom wij voor het geheel gaan. Want die bedrijven zouden misschien aan zich, vooral die grote jongens, een stuk van die kade op zich kunnen nemen. Maar daarmee zijn die kleinere gebruikers niet gebouwd. Want die zullen alleen hun eigen kade dan gaan onderhouden. En wij willen eigenlijk dat heel die haven netjes onderhouden blijft. In zijn geheel voor iedereen.
beschikbaar blijft. Dat maakt het wel moeilijker dan misschien, of zie ik dat verkeerd? Wij gaan er vanuit van niet. Wij zien wat de gemeente Hulst doet. We zijn er erg positief in. We hebben gezien dat ze daar geweldige bouwen neer laten zetten, daar in de buurt van de vuilbelt, om, hoe noemen we het? Wat er allemaal in zou gaan komen. De carnavalsloods? Nee, niet de carnavalsloods. Ik heb het daar zo die enorme grote gebouwen waar... die distributiecentra, dus daar staat Hulst achter. Dus die gaan echt wel voor werkgelegenheid. We zien ook dat er uit andere potten redelijk snel inderdaad bijvoorbeeld de carnavalsloods gebouwd kan worden. Dus Hulst is soms best wel doortastend. En we verwachten dan ook van een Hulst dat zij net zo doortastend zijn. En ook van de overheid ten aanzien van die haven. Want wij denken dat de beste eigenaar gemeente Hulst zou zijn. In wat voor entiteit dan ook. Havenschap, weet ik niet. Ja, oké. Okay. De vorm... Maar dan is dat wel voor iedereen, voor de gehele haven goed. Ja, oké. Okay. Het is wel dus een complexe problematiek. Nog even, hebben jullie wel, laat ik eerst beginnen, wat jij zei net, wij corresponderen met die Rijksdienst. Zijn ze ook al eens op bezoek geweest dat jullie ze rondgereid hebben en met alle gebruikers, dat ze jullie gezichten kennen? Nou, hè? Dat is nou net het probleem, men komt niet zomaar, wij merken gewoon. Dan halen ze het op met een busje? Ja, wij merken gewoon dat het niet zo speelt bij de grote overheden. En dan moet je zorgen dat het speelt. Het was al moeilijk om mensen van de politiek uit Middelburg bij ons te krijgen, uit Zeeland. Die zijn wel mee. Maar, en dan is er ook een minister is er mee, want zover zijn we ook gegaan, hè? Okay. In de gemeente Hulst ook. Dus wat dat betreft, ze zijn allemaal mee, ze weten dat het speelt. Maar om te zeggen, we komen hier naartoe en we gaan wat doen. Ja, dat is, het vertrouwen is vanuit de gebruikers ten opzichte van de politiek en lokale overheden ook best wel tanend. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan gaat de berg naar Mohammed. Ja, maar, dan gaan jullie gewoon met z'n allen op de stoep staan daar. Is maar dat we hebben behoorlijke brandbrieven gestuurd en we hebben gecorrespondeerd. Nee, maar jullie moeten je gezicht laten zien. Dat is mijn suggestie eigenlijk. Toch? Ja, als dat helpt, dan doen we dat direct. Ja, we stappen morgen in de auto. Maar... Ja, zou ik doen? Ja. Ja. En ik had nog een vraag. Want aan Luc, hebben jullie ook al... is er al eens een bemiddelaar bij betrokken geweest om dit vlot te trekken? Want het is best ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat omdat er zoveel belangen spelen enzovoorts... En, Nou, wat Co zegt, we hebben best wel veel mensen benaderd en erbij betrokken. En de provincie is bijvoorbeeld één die genoemd wordt. En daar wil ik echt wel bij naam noemen, Johannes de Bat. Die heeft er echt ook behoorlijk voor ingespannen. En nog steeds spant hij zich daar behoorlijk voor in om te trachten om verder te komen. Hij heeft ook gezorgd dat we uiteindelijk ook met ministers gesproken hebben. Ik ben zowel bij de minister van Rijkswaterstaat als bij de minister van Vastgoed geweest, zullen we maar zeggen. Dus zij weten waar de schoen wringt, waar de vragen zijn. Het enige is dat, dat we nu scenario's aan het doornemen zijn. En het duurt, daar ben ik het gewoon mee eens, dat duurt allemaal best lang. En die tijd begint nu te dringen, want het college van Hulst heeft gezegd voor het eind van het jaar, eigenlijk het aflopen van de initiële pachttermijn, willen wij een besluit hebben, zodat het inderdaad voor de gebruikers duidelijk is. Wordt het nu wat of wordt het nu niks? Maar ook dan is natuurlijk, je kan zeggen we doen het niet als het uiteindelijk niet rondkomt. Maar daar is die haven niet mee verdwenen en de gebruikers ook niet. Dus we moeten trachten, denk ik, als overheden klare wijn te schenken. En zo snel mogelijk proberen tot elkaar te komen om dit vlot te trekken, om dit voor elkaar te krijgen. Vandaar mijn suggestie voor een bemiddelaar. Want ik bedoel, als Johannes jullie... meeneemt naar de Johannes debat, jullie meeneemt naar, naar de minister. Misschien is het wel goed om iemand in te schakelen die ook technisch de dingen bij elkaar kan knopen, dacht ik. Maar ik ben ook maar een leek, dus... Technisch hebben we iemand in huis die behoorlijk, wat weet je, ze praten over die haven, hè? Martijn die werkt bij... Nee, maar ik bedoel eigenlijk alle heel dat proces. Ja, want het dossier is complex. Het dossier is heel complex, heb ik nu aan tafel begrepen. Ja. Dus speelt er ook nog een stuk veiligheid. Vaart die er heel snel voorbij komt, waardoor we bijzonder hoge golven en water binnenkomen. Ja. Nog een complicerende factor. Klopt. Dus het is wel een ingewikkeld potje wat op het vuur staat, zeg maar. Dus, wat ook meegegeven kan worden, is dat we heel nauw samenwerken met Hulst. We zitten bijna maandelijks samen. Ja. Dus we zijn echt samen op pad. Dat wil ik wel meegeven. Het is niet dat we tegenover elkaar staan. We zijn vanaf het begin al gezegd. We gaan het beter om het samen te doen dan tegenover elkaar te staan. En dat begreep ik ook wel hier uit de antwoorden en het gesprek wat we gehad hebben. Ik stel vast dat het inderdaad, wat ik net al zei, een ingewikkeld potje is wat op het vuur staat. Wat wel opgelost moet worden, want anders dan zit iedereen maar te wachten op om te investeren.
En ja, dat is, daar is niemand bij gebaat. Ik wou jullie dan daarmee succes wensen met dat ingewikkelde potje op het vuur. Bedankt voor jullie komst. En kijkers van Omroep Hulst, ook veel dank voor het kijken naar deze uitzending. En ik zou zeggen, blijf kijken. En ga vooral ook eens lekker genieten van de haven van Walsoorde. Tot kijken.